Ik ben voorstander van monetaire keuzevrijheid en diversiteit. Ik ben eigenlijk voor het scheiden van staat en geld. Waarom ik dit zo graag wil, is omdat ik denk dat een geldsysteem waarbij er keuzevrijheid is, waarbij er meer diversiteit is, dat het een sterker geldsysteem is dan wat we bijvoorbeeld nu hebben met de euro. Vergelijk het een beetje met de natuur. Ook daar is het belangrijk dat je geen monocultuur hebt en dat er een verscheidenheid is om op die manier een stabieler systeem te krijgen. En dat is hetgeen wat we missen in ons huidige geldsysteem. Ik denk dat als mensen de ruimte krijgen om te innoveren en hun eigen geld te kiezen, dat je dan een sterker systeem krijgt. Omdat er minder, als er dan een fout wordt gemaakt bij één munt, of één munt gaat de verkeerde kant op, zoals we dat gezien hebben met de euro natuurlijk, dat er dan ruimte is en opvang van andere munten. En feitelijk is dat niet anders dan in andere markten. Ik denk niet dat het goed is als er een monopolist wordt neergezet in een markt. En zo hebben we ook geen centrale bakker of centrale groenteboer. En zo denk ik dat we ook geen centrale banken nodig hebben. We kunnen ons eigen geld regelen en burgers kunnen met hun eigen geldsoort op de prop komen. En de beste munten zullen op die manier blijven voortbestaan. Is dat niet erg idealistisch? Zeker, maar ik ben ook idealistisch, denk ik. Ik denk dat het goed is om een positief ideaal te hebben waar je met z'n allen naar streeft. Of het nou vrede op aarde is of een gezond geldsysteem. Ik denk dat geld in die zin de wortel is van veel kwaad. Niet omdat geld zelf kwaad is, maar omdat slecht geld tot veel kwaad kan leiden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat als we de basis niet goed hebben in de economie, namelijk ons geldsysteem, dat er dan heel veel andere problemen op zullen volgen. Waaronder crisissen en bubbels en ook heel veel milieuschade, omdat we onze resources niet goed gebruiken als gevolg van slechte beslissingen die we nemen door het geld wat niet goed functioneert. Wat is het grote voordeel om bijvoorbeeld Bitcoin te gebruiken? Nou, Bitcoin allereerst is decentraal opgezet. Dus er is niet de centrale partij die het aanstuurt. En heel belangrijk, het is jouw geld. Als ik dus Bitcoin heb op mijn eigen computer of op een papiertje, wat dan ook, dan is het mijn geld. En dan ten opzichte van de euro bijvoorbeeld. De euro is een vordering die je hebt. Als je geld bij je bank hebt staan, is het een vordering die je hebt op de bank. Nou, de mensen in Cyprus natuurlijk aan de lijve ondervonden. Of mensen nu in Rusland of Oekraïne die wellicht worden afgesloten van het SWIFT-netwerk. Iedere keer wordt geld nu als censuurmiddel gebruikt om iemands vrijheid te ontnemen. Terwijl als je geld zoals Bitcoin hebt, heb je geld wat van jou is. Het is gewoon decentraal geld wat je één op één met iemand uitruilt. Het risico is wel dat er meerdere mogelijkheden dan gaan komen en dat je een soort situatie krijgt van verschillende graafschappen in de middeleeuwen. Iedereen heeft zijn eigen geld. Nou, ik word al heel erg positief bij de gedachte dat iedereen kan experimenteren. En we zien nu al in de Bitcoin-wereld, want dat is Bitcoin was slechts feitelijk de eerste, of er waren zelfs wat voorlopers. Maar je ziet nu talloze varianten op Bitcoin. Iedereen probeert zijn eigen verbetering door te voeren. En soms zitten een aantal mensen bij die puur uit zijn op korte termijn winst en die helemaal geen goede intenties hebben. Maar over het algemeen zie je dus dat er heel veel wordt geïnnoveerd. Worden alle economische theorieën toegepast in een nieuwe munt. Dus het is wat chaotisch nu, maar ik denk dat, net als bij heel veel andere industrieën, bijvoorbeeld social media, je had vroeger altijd een Facebook per land, zeg maar, dat je op een gegeven moment na een tijd, dan krijg je consolideren en dan zullen een aantal sterke, goede spelers overblijven en dan creëer je een beter evenwicht weer. Munten worden ook gebruikt, of geld, om waarde te creëren, om waarde vast te leggen, om waarde te kunnen uitwisselen in een economie. Gaat dat ook lukken met nieuwere munten? Ja, zeker. Ik denk dat het met de nieuwere munten nu is gaan de prijzen nog wel eens op en neer bijvoorbeeld ten opzichte van euro, dollar of goederen. Dus als je dan je waarde wil opslaan voor langere tijd, dan is dat wat tricky natuurlijk, want dat kan alle kanten op gaan. Dus een stukje stabiliteit moet komen, denk ik, om de munt zoals Bitcoin meer vertrouwen te geven. Maar het is een kwestie van tijd en op een gegeven moment denk ik dat we daar wel stabiliteit gaan zien. Maar we hebben natuurlijk heel veel instabiliteit ook gezien met de euro. Het was natuurlijk even een paar keer, dat heeft Klaas Knot zelfs nog aangegeven bij Nova College Tour, dat het echt op het randje was. Dus de euro mag misschien nu stabiel lijken, maar wat er allemaal onderuit gebeurt met die schuldendynamiek van de zuidelijke landen bijvoorbeeld, dat is absoluut niet zeker dat dit nog lang goed blijft gaan. We zijn nog niet uit de crisis. In ieder geval met nieuwe munten leren we nu te experimenteren en te kijken hoe we ons kunnen beschermen en hoe we eigenlijk het systeem op die manier kunnen verbeteren. Mits die keuzevrijheid wordt toegestaan. Dus belangrijk dat ook in Den Haag, maar in Brussel, dat er een klimaat ontstaat van nou laten we ondernemers of programmeurs, mensen die met nieuwe munten bezig zijn, de kans geven om die munten ook tot bloei te laten komen.